1, 2, 3. Goedemorgen allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Het is voor mij vandaag maandag, weer een nieuwe week, weer nieuwe kansen. We gaan er weer voor. Het is nu dus maandag, wat ik wel zei. Het is 9:30 ochtends. Ik heb lekker uitgeslapen vandaag. Wat voor mij uitslapen is dan. Rond een uurtje of 8:30, 9. Maar in ieder geval ben ik een soort van aangekleed. Ik heb dit zwarte oversized gebleekte vest aan. Een zwarte broek. En ik heb mijn fans gisteren in de was gedaan. Die heb ik weer ze aangedaan. Dus dat is helemaal leuk. Ik heb mijn haar zo nog niet gedaan. Dat ga ik zo meteen allemaal doen. Het wordt lekker een chill dagje. Ik ben mijn beddengoed aan het zoeken. Ik heb namelijk wit beddengoed. Compleet wit even beddengoed. Ik weet dus niet waar dat hoeslaak is gebleven. De kussenslop heb ik wel gevonden, maar het hoeslaak ben ik dus nog steeds helemaal kwijt. Ik weet niet waar die is. Dus ik ga vandaag weer even zoeken. In ieder geval heb ik wel koffie gezet. Dus dat ga ik lekker opdrinken. En dan even lekker een YouTube video kijken. Op mijn gemakje even lekker hier chillen. En dan gaan we zo meteen maar weer zoeken. Ik heb geen idee waar die is. Echt niet. En anders pak ik maar gewoon weer mijn panter. Bed overtrek, want die is wel schoon in de kast. Dus... ik ga zo eerst even kijken, want het was echt een gedoe dat ik die gewoon nog steeds niet kan vinden. Goed, de koffie is op, jongens. En het is natuurlijk vandaag 27 april, oftewel Koningsdag. Nee, jongens, zoals jullie misschien zien, de koning staat bij mij op tv. Ik ben even de toespraak aan het kijken, wat allemaal te zeggen heeft. Het is toch misschien wel voor mij ook wel relevant. En nu is het tijd voor feest. Koningsdag thuis. Hopelijk een onvergetelijke dag. Geniet ervan. Ja, het wordt niet echt uitgebreid gevierd natuurlijk. Maar samen. En blijf gezond. Dat was het. Dag. Oh, dat was alles. Serieus? Hij heeft 5 minuten gepraat. Oké. Okay. Oh, het zal wel. Dat waren maar 5 minuten. Oké, okay, nou ja, dat was het eigenlijk. Gedachten gaan uit naar bla bla. Corona dit, corona dat. Zorgmedewerkers bla bla. En vervolgens Koningsdag thuis vieren. That is. In ieder geval, ik heb de koffie op en ik ga lekker mijn bed doen. Moet ook gebeuren. Ik heb kippenvel, jongens. Ik heb het koud. Het is niet lekker. Wat is dit? Nee, dat hoeven we niet te kijken. Dus ik ga mijn bed verschonen. En dat wordt vaak wel een dingetje. Ik heb het al vaak genoeg gevlogd. Dus dat ga ik nu niet doen. Het kost me zo ongeveer 20 minuten om mijn bed op te maken. Want ik krijg dus nooit mijn dekbed goed in de hoes. Ik heb hem trouwens niet gevonden. De bedtek overtrek. Dus ik ga gewoon lekker weer voor de panter. En ja, yeah, that's it. Of ik pak de zwarte. Met die roze. Misschien ik dat wel doe. Ik denk dat ik die wel pak. Die ligt hierboven als het goed is. Toch? Ja, die ligt hier. En de kussenslopen liggen daar. Ik denk dat ik die zwarte ga pakken. Dat is wel weer eens anders dan wit. Goed, het bed is gedaan. Alleen, ik heb zon hier. Dat is wel één ding wat niet leuk is. Ik mis een kussensloop. Ik weet dus niet waar die ene kussensloop is. Echt, ik ben ook alles kwijt, jongens. Ik weet het echt niet. Ik heb in ieder geval mijn zwarte dekbed erop gedaan. Maar zoals je daar ziet, mis ik daar de kussensloop. Het ziet er niet uit. Oh, echt. Maar ik laat het wel gewoon even zo, denk ik. En ik ga straks nog wel even zoeken. In ieder geval is mijn bed wel opgemaakt. Maar ja, ik mis nu één kussensloop. Echt. Maar laat ik af en toe die dingen dus echt zo niet begrijpen. Maar goed, even deze opladkabel trouwens in de lader. Daarom had ik hem op bed gelegd. Dus een opladkabel die hoef ik niet meer te gebruiken. Dus die gaat hier lekker in het laadje bij alle andere opladkabels. En dingen. Zo. Dus ja, ik mis hier nu dus een kussensloop. Leuk, gezellig. Ik ga straks wel even zoeken, want anders weet ik het ook niet. Ik heb trouwens in plaats van mijn dekbed ingestopt, heb ik hem er nu overheen laten hangen. En dat vind ik stiekem wel iets netter en leuker eruit zien. Dus ik denk dat ik het zo laat. Even stoel aanschuiven. En dan... telefoon mee naar beneden. Ik heb trouwens mijn radiootje hier neergezet. Deze heb ik ooit van mijn opa en oma gehad. Superleuk dingetje.
Hierachter zit het knopje die je om kan halen om hem uit te zetten. Nu is hij uit. En dan heb ik gewoon een superleuk radiootje wat ook gewoon bluetooth is. En waar ik ook een kabel aan kan hangen waardoor die dus ja, lekker kan spelen of vanaf mijn telefoon. Ik ga even Charmage op doen trouwens. En ik moet nog editen bedenk ik me nu. Dit jongens is echt de beste, maar echt serieus beste lipbalm die er is. Ik vind hem zo chill. De Charmix en dan de Cherry One. I love it. Ik zou zeggen SD kaart eruit. Want we gaan editen en ik ga mijn laptop gewoon lekker meenemen naar beneden. Dus alles gaat in mijn zakken. Meer niet nodig. Nee. Ik ga lekker naar beneden. Wel mijn bril opzetten want ik zie heel erg slecht de laatste tijd. Oeh, alles valt hier naar beneden. Even een zo, deze is ook niet. Nou, die doe ik zo beneden wel. Brilletje op. En nou, we gaan naar beneden. Oh, wacht. En de laptop meenemen. En Rio meenemen. Waar is Rio nou? Oh. Die zit nou daar. Rio, dat is niet jouw kooi. Jij hoort daar niet. Dat is jouw kooi. Rio, die is lekker aan het klimmen en doen. Ga je mee? Mijn kleine vriendje. Ik goed, ik ga Rio naar beneden brengen en de laptop mee. Ik ga hem ook wagen, hopelijk lukt het. Rio zit nu toch op mijn schouder, dus dat is mooi. Let's go. Goed, die keukenkastjes jongens, die hangen hier ook gewoon echt op de perfecte hoogte. Maar, ik ga even spullen in de vaatwasser zetten en hem aanzetten. En zo een klein beetje ontstaan, een paar dingen op aan en zo. Dus. Even opruimen. Hier gaan we ze proppen, want hem erin te proppen rood. Zo. En nou, ik heb nog oranje soesjes gehaald voor Koningsdag vandaag. En ik had er gisteren al een paar op. Mijn ouders hadden een oranje bossenbol. Die hebben ze al op. Maar ik heb dus nog steeds mijn soesjes over. Dus. Ik ga zo meteen lekker mijn soesjes eten. Even kijken of ze nog meer soesjes uit. Oh. Ik heb net een half stokbrood gegeten. Jezus, dat past best wel lekker. En waarom is die vaatwasser zo vol? Het wordt toch nooit schoon zo? Goed, ik gok erop. Dit laat ik staan. Ik zet hem lekker aan. Die vaatwasser is echt heel erg vol. Sommige mensen hier in huis, die proppen het er helemaal door uit. En voilà. De rest is alles netjes, ligt er alleen wat brood. Ik weet niet wat hier allemaal mee moet, dus ik laat het allemaal lekker liggen. Dit gaat in de prullenbak. Van mijn stokbrood. En ik ga even editen, want dat moet ik ook doen. En even een borstel door mijn haar halen, want dat heb ik ook nog niet gedaan. Heel gek misschien gezegd, maar ik vind het heerlijk als mijn ouders het huis uit zijn, iets doen ofzo. Ik weet niet, dat geeft me gewoon veel meer vrijheid. En ik vind het dan veel fijner om dingen te doen als hun er niet zijn. Ik weet niet wat het is. Dat heb ik echt al een tijdje hoor. Dat ik denk van, maar waar komt het dan eigenlijk allemaal vandaan? Ik snap dat niet helemaal. Maar goed, het zal wel. Mijn haar piekert wel zo te zien. Maar ik moet ook wel weer douchen. Dus ja. Zal ik het vandaag gewoon weer eens zo doen, jongens? Zal ik het vandaag gewoon weer eens lekker opzij doen in plaats van een lomp pony? Sowieso voor werk is dit denk ik ook fijner dan dat ik een pony heb. Omdat je het dan anders elke keer de hele tijd uit de weg gaat zitten halen. En ja, dat is ook niet helemaal fijn en de bedoeling. Dus ja. We hebben vandaag weer eens eventjes een schuine lok. Alleen hij is iets korter, dus hij zal wel straks naar voren gaan vallen. Maar goed, dat maakt niks uit. Ik ben echt de meest onzin deur aan het filmen nu. Maar goed, maar niet uit. Ik moet de vlog vullen, want ik heb gisteren ook niet zo heel veel gevlogd, heb ik het idee. Dat ga ik zo meteen merken. Wat ik wel zo meteen ga doen, is boven even lekker een latte macchiato maken. Want
We hebben hier alleen maar beneden zwarte koffie, omdat mijn pa geen latte macchiato en dingen drinkt. En ik drink dat wel. Dus heb ik dat van mijn koffiezetapparaat boven. Ik heb niet echt een erg leven, jongens. Het is leuker en gemakkelijker dan ik dacht. Maar wat ik wel ga doen, is even een zwarte koffie drinken. Staan mijn bekers hier trouwens nog? Ik heb hier van die dubbelwandige bekers had ik hier staan. Maar ik weet dus totaal niet meer waar die gebleven zijn. Als ik deze open trek, komt er alles eruit. Oeh, ik schrok me dood. Nee, valt mee. Hier staat ook geen beker. Hoe kan dat? Ik heb van die dubbelwandige bekers hier gehad. Kijk, dit bedoel ik dus. Deze plukjes gaan dan dus hangen, maar maakt het uit eigenlijk. Nee, totaal niet. Waar zijn mijn bekers gebleven? Ik had zulke leuke. Gehaald. En nu zijn ze weg. Ik snap er echt helemaal niks van. Waar zijn die? Ik ga even achter in die kast zoeken hoor, want anders weet ik het ook niet meer. Ik heb een klein bekertje gevonden. Ik weet niet waar die vandaan komt. Ik ga hem even afdoen en dan even lekker een gewone koffie hier zetten. En dan straks eventjes een lekkere macchiato. Ik heb een paar aanpassingen gedaan aan de camera en dat, ik heb de kleuren settings aangepast, waardoor de kleuren iets meer eruit springen. Het upload is voltooid, dat is heel fijn. Voor mijn laptop zometeen binnen een paar seconden uit gaat vallen, wat niet leuk zou zijn. Ik heb mijn koffie op en ik heb net een sapje gepakt en ik ben even wat video's aan het kijken op de tv. Want ja, ik heb toch niet zo heel erg veel te doen. En mijn lok zit vandaag weer eens naar de zijkant. Ik heb weer zo'n lok in plaats van een poedie, jongens. Want hij begon een beetje ongelijk te zitten. Wat ik het natuurlijk ook niet helemaal recht heb geknipt. Maar ja, daar kan ik ook niet zo heel veel aan doen. En ik ga mijn koffer trouwens online zetten nu. Nu mijn laptop het toch nog doet, ga ik hem gelijk online zetten. Ik ben heel benieuwd. Ik heb gisteren dus een koffer op Verdronken Vlinder opgenomen. Ik ga jullie gewoon een klein stukje laten zien. Even kijken. Dan gaan we hem nu op openbaar zetten. Openbaar. Gereed. Oké, hij staat nu dus openbaar. Opslaan. Ja, hij staat er. Kijk. Thank you.
Oké, goed. Ik knip mijn eigen haar. En mijn pa wordt het zat, dus... ik ben niet zo haar aan het scheren. Tussen de zijkant er één en de bovenkant is een schijntje. Nou. Oké. Hou de zijkant terug en maak hem maar. Is het kut? Is het kut? Oké. Je Tries, jij kan het ook doen met jullie. Dus, jullie, dus. Ik heb Velo shampoo in mijn droge haar gedaan in de hoop dat het er zo een beetje uitgaat. Ik ga het lekker laten intrekken en daarna even eruit spoelen. Maar met nat haar werkt het dus niet echt. Dus ik dacht, ik ga gewoon die shampoo in mijn droge haar doen in de hoop dat dat een beetje gaat werken. Dus ik ga dit in laten trekken. Het is echt geen verf, het is echt shampoo wat ik heb gebruikt. Het ruikt wel heel lekker. Dus dit ga ik gewoon heel even een kwartiertje of zo in laten trekken, 20 minuutjes. En dan ga ik het eruit wassen. Misschien dat de kleur er dan iets meer uit, want ik heb nog heel veel zwart in mijn haar. Dus hopelijk... Kijk, dat is het voordeel van shampoo. Ik kan er dus ook gewoon lekker aanraken. Maar je ziet dat door het rode, mijn eigen bruine kleur ook wel weer terugkomt. Dus ik ga kijken wat dit doet. Ik ben heel benieuwd. In ieder geval, mijn vader is wel gelukt. Alleen was echt erg, want ik had dus de onderkant met 1 gedaan. Toen zei hij van, joh, kijk eens wat het doet als je met 3 bovenop doet. Die is langer houden. Nou, dat zag er dus echt niet uit. Dus ik heb gewoon 1 er helemaal overheen gedaan. En het is nou kort, maar ja, weet je, het groeit zo weer aan. En we kunnen voorlopig toch nog niet naar een kapper. Dus dat is ook de reden waarom ik natuurlijk schuin mijn eigen haar heb gezet. En gewoon heb zo woep eraf. En gelukkig kan ik gewoon 2 dingen met mijn haar. Ik kan het als een lok laten en ik kan het gewoon als een pony doen. Dus dat is gewoon heel fijn. Maar ja, dat is het. Ik heb trouwens mijn tas onder mijn bed getrokken die ik voor het werk wil gaan houden. Ik weet nog niet of deze echt wel goed is en niet te groot is. Maar dit is de tas die ik voor het werk wil gaan houden. Het is een hele fijne tas. Ik kan mijn eten en drinken alles erin doen. Ik vind hem ergens een klein beetje groot, maar ja, op zich. Ik kan gewoon wel lekker makkelijk alles erin kwijt. En het is maar voor werk, verder heb ik hem toch niet nodig. Dus ja, daar ben ik wel blij om. Dus we wachten tot dit ingetrokken is en dan gaan we dit spoelen. Oké, goed. Het leek mij een leuk en goed idee om... ik moet mijn wenkbrauwen nog verven, dus ik dacht ik ga dat gewoon doen waar jullie bij zijn. Zo kan ik jullie een beetje laten zien wat ik doe. Mijn haar goed doen. En zo zien jullie ook hoe ik het doe. Misschien is er een hele makkelijke andere manier voor. Maar ik doe deze manier. Ik heb de mengsel van aangemaakt. Dit is eigenlijk gewoon een kitje van de Action. Ik gebruik zwarte verf. Omdat mijn haar heel donker is. En bij mijn lichtbruine verf zie je niet zo goed. Ik zit hier trouwens ook gewoon voor de spiegel. Mocht je denken van, waar kijk je nou de hele tijd heen? Eigenlijk doe ik hetzelfde als dat ik altijd met mijn brouw kleur. Alleen nu doe ik het met verf, dus moet je dit ook wel iets voorzichtiger doen. Ik ben niet van de hele dunne laagjes, dus je zal ook wel merken dat ik het er heel erg dik op smeer.
Ik smeer het iets over mijn wenkbrauwen heen, zoals je ziet. Mijn wenkbrauwen die vloeien dus heel erg snel uit. Even mijn voet goed zetten. Het is dus niet van belang dat je heel erg over je wenkbrauw gaat, want dat blijft je gewoon zitten, want het is gewoon verf. Kijk, nu zie je dat ik hieronder wel heel erg verder onder ga. En hierboven ook. Dus dat werk ik zo weg. Verder aan de zijkant en zo kan je niet heel erg veel mis doen. Ik ga het even een beetje wegwerken, dan doe ik gewoon. Dat doe ik gewoon heel simpel. En ja, je gaat vegen maken, maar ja. Dat is ook gewoon weg te poetsen. Straks als het er echt af moet, dan zal je ook wel zien dat het echt wel een rommeltje wordt. En nu hoor ik je denken, waarom ga je weer over dezelfde plek in waar je het net hebt weggehaald? Dat klopt. Maar dat doe ik eigenlijk altijd omdat ik dan in één keer vind dat ik te veel heb weggehaald. Voordat het één ben, als ik mijn wenkbrauw verf, maar heel op zich. Mag dat voor mij op zich nog wel. Ik vind het allemaal niet zo heel erg. Ik heb dus nog heel veel over. En eigenlijk ga ik dan gewoon. Uiteindelijk is er ook best wel een deel wat ik weg moet gooien, wat er gewoon niet meer op kan. Maar als ik nog echt heel veel over heb, dan ga ik er gewoon vaak gewoon nog een keertje overheen. Altijd mijn linker wenkbrauw ook, die echt heel erg lelijk wordt als ik verf. En de andere ziet er gewoon oké uit. Maar deze wordt altijd heel erg lelijk. Goed, ik ga weer een beetje weghalen en dan laat ik het opdrogen. En je moet ook gewoon uitkijken dat je niet te veel weghaalt, want dan ben je vervolgens alles van je wenkbrauw aan het afsmeren. Ik zie dat ik hier nog een stukje mis. En nu is het een kwestie van op laten drogen. Goed, ik ga het kwastje afdoen. Deze zit eigenlijk altijd, dit kwastje gebruik ik eigenlijk altijd voor wenkbrauwverven. Dat ook gewoon een heel erg fijn kwastje is. Ik ga deze omspoelen en dan wachten tot dit droog is en dan gaan we het eraf halen. Goed, het is tijd om het eraf te halen en dat doe ik gewoon met mijn gezichtscleanser op mijn watje. Het staat ook heel leuk zo. Gewoon een watje. Voor de ene wenkbrauw en zo meteen een watje voor de ander. Ik heb hier een beetje spul op en ik zorg dat mijn haar uit de weg is. Dan ga ik er gewoon
En wat ik al zei, je gaat er in het begin echt een heel zootje van maken. Maar uiteindelijk... Even goed wrijven. Uiteindelijk ziet het er wel netjes uit. En is het een stuk donkerder, want dat was de bedoeling. Dat is één. Ik doe vaak de eerste veeg wel naar deze. Dan heb je best kans dat deze iets uitgebreider en zwarter gaat zijn. Kijk maar, dit zit meer op mijn gezicht. Maar dat maakt op zich niet uit. Het slijt er wel af. In ieder geval zijn wel mijn wenkbrauwen gedaan. Tadaa! En als ik hier toch ben, ga ik gelijk eventjes een gezichtsserumtje opsmeren. Hij doet in één keer niks meer. Ah, fijn. Maar in ieder geval dit deel van mijn gezicht gedaan. Waarom die dan weer niks doet. Zo, dus echt serieus nog. Er komt gewoon niks meer uit. Oké, nou ja, dan doen we het zo. Dat is ook goed. Dit is een gezichtsserum om je skin te smoothen. Dus ik vind het wel heerlijk om het op te doen. Maar goed, hij wil niet meer spuiten. Dat is jammer. Dan doe ik graag nog even mijn oogcreme op. Dan heb ik in ieder geval mijn skincare voor vandaag alweer gehad. Dat is één. Dat is twee. Drie. En vier. Deze weer in de la. En dan zijn de wenkbrauwen ook weer geverfd. Tada! Goed, ik ben inmiddels omgekleed en ik ga zo lekker slapen. Het is namelijk 11:15. En dat is voor mij best wel laat. Ik ben niet gewend om op zo'n tijd te slapen. Dus ik ben dan denk ik ook wel heel erg blij om zo lekker in mijn bed te liggen. Ik ben even de kussens eraan het afhalen. Nu heb ik nog even mijn glas drinken mee. Oh nee, wacht, ik slaap natuurlijk aan deze kant, dus dat hoeft helemaal niet. Het is echt nou een verrekkigheid. Ik ga gewoon op dit kussen slapen. Ik heb dus geen kussensloop. Oh jawel, het ligt hier naast in de kamer nog een andere kussensloop. Ik heb er één gevonden. Een andere kussensloop, maar het is in ieder geval iets. Ik ga mijn telefoon op stil zetten. En dan ga ik lekker slapen. En dan vind ik het wel best. Ik heb verder geen zin om ergens meer naar te kijken of iets. Dus ik ga dit lekker wegleggen. Goed, hij is aan het laden. Ik ga mijn drink even opdrinken die daar staat. En dan ga ik lekker slapen. Bedankt voor het kijken. Doe deze video een blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog. Doeg!